Geluk is maakbaar. Ik ben dankbaar voor. Ik ben dankbaar voor. Ik ben dankbaar voor. Ik ben dankbaar voor. Ik word echt dankbaar van. Ik ben Sarayda Groenhart, presentator en online ondernemer. Oprichter van Video Business School, dat is de videoacademie voor ondernemers. En ik ben dankbaar voor mijn gezondheid, voor mijn dochter. Ik ben dankbaar dat mijn moeder gekke taal en gekke woordjes leert aan mijn dochter. Ik ben dankbaar dat er iets bizars bestaat, namelijk video, waar je een moment in de tijd vangt. En als ik straks 90 ben, kan ik aan mijn dochter laten zien. En zo zag mama eruit. Ik ben dankbaar. En dit klinkt heel gek, maar het is wel waar. Ik ben dankbaar voor mijn relatie die uitging vlak nadat ik een kind kreeg met de vader van mijn dochter. Meest pijnlijke ervaring van mijn leven. Maar ik ben dankbaar dat we elkaar verloren als liefdespartners, maar dat we elkaar wel gevonden hebben als co-parents. Ja, daar ben ik dankbaar voor. Het klinkt natuurlijk een beetje cliché, maar het is steeds meer waar. Maar mijn allergrootste wens is dat ik heel oud mag worden, gezond. En dat mijn dochter en eventueel toekomstige kinderen die ik krijg ook lang mogen leven. En dat we heel lang samen kunnen zijn. En dat ik mijn dochter kan zien opgroeien. En dat ik misschien haar kinderen ook nog een stuk mee mag maken. Mijn eigen vader die is een paar jaar geleden overleden. Hij was pas 63, hij was ziek. En dat heeft me geleerd dat het leven echt eindig is. En ik wil dat altijd al, maar ik wil het nu helemaal. Ik wil oud worden. Heel oud. Het idee dat ik te laat kom. En mensen die mij kennen, die gaan zich verbazen. Omdat ik kom ook best wel eens te laat. Maar mijn stresslevels kunnen door het dak gaan als ik weet dat ik ergens niet echt op tijd ga aankomen. Ik kan ook stress krijgen van bepaalde gedachtes. Dat je gezondheid niet gegeven is. Daar kan ik heel erg dat ik denk, oh, ik moet alleen nog maar salade eten. En daarna ga ik dan meestal toch ook wel weer een hamburger eten. Dus dat is wel jammer. En ik kan stress krijgen van de goede ideeën. Ik heb heel veel ideeën in mijn hoofd. Ik denk ook allemaal dat het million dollar ideas zijn. Dat het perfecte, intens, 100% gepolijste, perfecte ideeën zijn. En de gedachte dat ik misschien niet al die ideeën ga uitvoeren, daar kan ik echt wel eens over in paniek raken. Dit is zo'n interessante vraag en in verschillende fases van mijn leven heb ik hier een ander antwoord op. Maar momenteel denk ik wel. En ik denk dat geluk maakbaar is niet omdat ik 100% controle heb over wat me overkomt. Dat is niet zo. Ik had nooit gedacht bijvoorbeeld dat ik een alleenstaande moeder zou zijn. En dat is altijd ook een grote angst voor mij geweest. Ik ben dat nu. Gelukkig wel met een hele lieve vader van mijn dochter. We zijn geen liefdesstel meer, maar we zijn wel goede ouders. En wat ik leer is dat niet de situatie maakbaar is, maar wel wat je gelooft over de situatie. En dat is zo gek. Je mag zelf bepalen wat iets betekent. En de vrijheid om te kiezen wat iets betekent, wat de situatie betekent, wat iets wat je overkomt betekent, dat is maakbaar. En daarmee dus ook het gevoel van geluk. Een vette eye-opener voor mij is dat je jezelf kan kiezen. Ik heb heel lang bij de tv gewerkt en het laatste jaar van mijn tv-carrière was ik niet zo gelukkig bij de tv. En dat je gewoon kan kiezen om een eigen bedrijf te beginnen en om een televisiezender op YouTube te beginnen, omdat jij dat leuk vindt. En dat het eigenlijk overal in je leven je steeds jezelf kan kiezen en je eigen ideeën kan kiezen. Dat is een van de grootste eye-openers die ik steeds opnieuw heb. Je kan gewoon jezelf kiezen. Ik denk dat ik niet veel zou veranderen. Omdat ik denk dat de dingen die ik heb meegemaakt echt nodig waren voor mij om bepaalde dingen te leren. Maar ze hebben me ook gemaakt tot wie ik ben. Dus ik denk dat ik niks zou veranderen. Niks. En ik zou een sixpack willen. Mag dat ook? Een sixpack buik. Alleen dat wil ik dan veranderen. Het geeft me rust dat ik een beetje snap waarom iets gebeurd is.
Dat is nooit op het moment zelf. Van sommige dingen ga ik nooit helemaal begrijpen waarom ze gegaan zijn zoals ze zijn gegaan. Maar meestal komt er wel een momentje dat ik denk, oh ja, misschien is het hierom gebeurd. En dat geeft me wel een rustig gevoel, ja.